Ja, Jordi. Yes. We zijn binnen 2020. Ja, 2020. En niet 2021, lijkt dat ik er sta. Word ik al zo aan het kijken naar Filip. Filip, heb je niet gemist. Wat heel droog. 2021. Ja, oké, okay, je kunt er nu niet meer even kijken. Nee. Volgend jaar zijn we 2020. Ja, inderdaad. Dus de nieuwe merchandise begint in de rekening te komen. Ja. En wat vinden de kijkers van dus de merchandise? Dus we zijn hier al een mug voor de koffie te drinken 's morgens. Ze zien er wel vrij gelukkig uit, hè? Ja, he. Drink your coffee in the morning. 2020. 2020, eigenlijk de naam van het programma, hè? 2020. Ja. Ja, en dat is voor de soep. Voor de soep. Soep. Met? Met aardjes. Ja, he. Aardensoep. Waarom dat ze dat eigenlijk nog altijd maken? Geen katten die dat weet, maar dat is een fotoboek. Ja. Geen mensen die weten waarom dat ze dat eigenlijk nog maken. Omdat dat verkoopt, hè. Want alle foto's zijn digitaal, dus ja. Omdat dat verkoopt, Filip. Wat als ze ook... Oei. Boy, die de gaat van zijn straksje. Jordi is de boel weer aan het afbreken. De ronde hangt er kalle alle anders. Dat kan kalenders. Kalle alle anders. Filip wil de kalender zien, hè. Dat maar, ja, maar ik kan geen kalenders, hè. Wat? Het is lekker warm hier, hè. Ja, ik zie het. Draai de keer om. Staat er ook op aan de achterkant. Ja. Ja, Heldpark staat erop. Hé, hey, maar dat zijn lekker als gewone foto's. Ja, hè? Januari is niet oud. Ja. In februari kan je op de boot zijn. Maar er een plek nog wat toe zijn. In maart kun je naar Smallwild en naar de katten gaan kijken. Theekopjes. Dan kun je naar je theekopjes in april en donker. Tower of Terror. Dan ga je naar de Tower of Terror. Ja. Space Mountain moet er een plek nog wat toe zijn. Hou je dat nu bij iedere foto, waarom? Nee. Dat is in juni. Ah. Je gaat Space Mountain in onder rood zijn, hè. Ja, dat kan. Dat is je nu in juli, kun je op Casey Junior zijn. Ja. Dan in augustus kun je op de boot gaan. Ja. Moet er een plek nog wat toe zijn. In september, wat is dat nu? September. Ah, op de carousel gaan zijn. Ah ja. Ja, september. Ja, dan ga je misschien als chance zijn dat nog mis. Ja, waar is nu toe? Ja, voilà. In oktober heb je vele chassen, want mijn Tindermond nog open zijn. Ja. En wat is dat hier? Is dat Ratatouille? Ja. Bistro Jeremy. In november moet je gaan eten naar Bistro Jeremy, want er plek gaat misschien toe zijn. Ja, en de beurs is weer open, niet tegen dan. Ja, en in 2020, in december, kun je de parade bekijken van Kerstmis. Ja. En dan moet er op plek de parade goed toezien. Ah, nee, dat kan niet. Prijs is 10 euro, 9,99 euro. Ja, dat valt nog mee, hè. Ja, he. Vooral omdat alles gesloten is die erop staat. Dus, ja. Of dat is chance. Misschien bij de supermarkten, dat je dat gratis krijgt. Ja, he. Want hier heb je dan wel een Disney-versie ervan. Dus hier nog een beetje versieringen van een reksjes. Ja, Jordi is vertrokken. Wil je dat meenemen voor op je nachtkastje? Ja. Nieuw. Ja. Leuk. Kan dat zo zijn. En wat hebben we nog? Oortjes die licht geven, zeg. Wow. Lookie. Lichtgevende oortjes. Woehoe. Hier. Hé, die batterij is al plat. Door die probleem? Ja, de batterij is plat. Ja, dat zin, ja. Of niet? Dat zijn veiligheidjes. Nee, kijk. Ja, het is veiligheid. Maar hier hebben we dus een voorbeeld. Ja. Niet mis. Ik hoor er stijl van. Ja. T-shirts vind ik ook niet veel trekken eigenlijk. Nee. Er is iets mis mee. Dan een funny pak. Hoe voel je funny dan? Een beetje van alles instoppen. Nee. Ja. Dan een klappen. Een cap? Ja, dat is toevallig wel. Misschien eerst, dan de pet wel, ja. Met eers. Jordi is voor 2020. Oké. Okay. Met een pet dat je zelf kan instellen.
Ja, he. Een instelbare pet. Ja. Een verkrijgbaar. En? Ja, niet mis. Nee? Ja, ja. Kan de deur. Ja. En moest je dan nog niet genoeg hebben van 2020, dan kan je nog je telefoon aanpassen. Het is wel voor de X en de XS. Niet voor de nieuwste iPhone. 11? Helaas. Nee. En dan backpack, Jordi. Backpack, backpack, ja. Backpack. Dat is, ja. Kun je er een leuke rustzak van maken? Ja, he. Kun je er van alles in stoppen, bijvoorbeeld sandwiches? Ja, vooral al de restaurants dicht zijn. Ja, voilà. Je fastpassen kun je er vooraan in, je iPod, je iPad. Ja. Je fototoestel, je batterij, je SD-kaart. Ik denk dat hij zelfs een klein beetje waterdicht is. Ja, in dus... SD-kaart, alles kan erin. He. Ja, voilà. En dan heb je dan nog de cheapskate versie van de backpack. Ja, dat is voor te gaan zwemmen. Dat is inderdaad voor te gaan zwemmen. He. Kijk. Ja. Volledig leeg. Ja. En straks is hij vol. Voilà, dat is het zo ongeveer. Misschien dat we nog wat spullen tegenkomen, dan zie je dat nu in de video. En anders was dat het. Dus, En wat vinden mensen nu eigenlijk van Merchandise 2020? Ze zeggen, zet het in het commentaar. Ja, en de volgende keer gaan wij oordelen. Ja. In het begin van de video gaan wij oordelen over de merchandise. Ja, inderdaad. In de volgende video. Ja. De volgende. Ja. We gaan nu nog even kerstparade kijken in de sneeuw. Ja. En Jordi gaat cameraman spelen. Ja, het sneeuwt. Ja, het is blauwe lucht. Mooi, hè? Ja, hè? Ja, Jordi, maar nog spulletjes. Ja. Ja. Een handtekeningboekje. Inderdaad, met bijhorende stilo. Ja, hij heeft een Mickey. Oh. Een magneet. En een magneetkader om een foto in te stoppen. Ja. Leuk. Ja. Helemaal leuk. Dat is waar. Die petten hebben we al gezien. Mini t-shirtjes. Voor de bb'tjes. Ja. En rode t-shirts. Nou, rode t-shirts. Voor de volwassen kindjes. Van eerlijk zijn, ik ben er niet zot van. Nee, ik ook niet. Het doet me niet zeggen van, dat moet ik hebben. Nee. Jammer. Het is niet mis, maar ik heb niet de neiging van te kopen. Om de grote chapeaus. Ja, een boodschappentas. Staat hier op de achterkant. Oh ja. Weer en dat hier, hé, als de mannen. Ja, dat vind ik zo leuk, weet niet. Nee, dat is voor de jonge mannen, hè. De achterkant ook iets. Normaal wel. Ah nee, niks. Nee, alleen in de kap stond er Mickey'tjes. Ja. En 2020, ja. Oké, okay, ja. Denk dat we een keer een ijsje gaan eten, zeker? Ja, lekker. Train buiten, het is min 4 graden, maar toch gaan we een ijsje eten. Ja. Allee, het is plus, plus 4 graden. Allee, ja, ja. Ja, maar een keer een ijsje eten.
fall. Winter is my favorite season of all. The frost on the windows and the chill in the air. Christmas is the time to eat the fall. Still.